Ah, is waar? Hey, kijk, Diego. Diego, ik ben nu de echte. De echte. Dames en heren, we hebben Prins Carnaval van Blankenbergen bij ons. Zeker weten, echt waar. Ik ben fier hier te zijn. Lieve de Pita Boys. Ah, voilà. Voilà. En hoe is het in Blankenbergen? Zonnig vandaag. Heel stand zit vol. Nog veel vis in de zee? Nog altijd, ja. Dank je, pintjes hier. Ja, dank je wel. School. Een pintje, hoor. Want twee tegelijk. Komt er een meisje, ja. Eens met een keer gaat wel lukken, hè. Ja, het is hier duidelijk feest, hè? Hier op Toppersfestival. Ja, we zijn hier nog altijd op Toppersfestival, dames en heren. En we zijn hier volop aan het verkopen. Ja. En ik denk dat we nog een job kwijt zijn. Ja. Dit is een nieuwe performance, maar het is helemaal niet goed voor de prijslijst. Kijk, het is totaal slecht voor de prijslijst. Maar ik vind wel dat we een goed zicht hebben. Ja. Fantastisch. No camera's, zegt ze. Fantastisch. Blijf maar zitten. Kom erbij. Nee, kom erbij. Hoe is het, jongen? Hoe is het? Alles goed? Amuseer. Hoe is het hier in het kraampje? Hier aan het kraampje. We zijn heel content. Blankbergen tevreden. Wacht, is dat, weten is dat jouw Yeti Paletti? Dat is mijn Yeti Paletti. Maar eigenlijk liever de Pita Boys. Oei. Zeg, en je staat er nu al 2 dagen, hè? 2 dagen. Van vrijdagmiddag. Alles op. En hoe is het met de verkoop? Goed, we mogen niet klaar. Moet niet klaar. Het kan beter zijn natuurlijk. Maar het weer mee. De tickets worden een mooie prijs. De locatie is prachtig. De organisatie goed. Maar de mensen... Veel volk. Vandaag meer of gisteren. Dus eigenlijk is de verkoop goed. We mogen niet klaar. En we hadden de stak gezegd dat we om onze percent kwamen. Maar dat was toch niet goed. Dus nu mogen we wel komen. Tot dan hebben we nog geen percent. Misschien hebben we nu iets over. Wie pintje aan? Wel, ik zou zeggen, om een pintje drinken. Laat ons maar gezond doen met Cola Max kunnen zo. Cola Max? Twee Max. Ik denk dat onze cameraman ook dorst heeft. Moet je dorst? Hij dorst? Ja, voilà. Het is warm, hè? Kom hier. Het is heel warm, maar we zijn content. Pak me vast, lieveling. Dat is goed. Hoi! We staan hier nog eens bij Miss Blankenbergen. En Miss Blankenbergen is aan het overlopen. Want Miss Blankenbergen is naar Yeti Paletti gelopen. Klopt dat? Nee, niet naar Yeti Paletti gelopen. Miss Blankenbergen heeft daarin gezet voor zoveel mogelijk tickets te verkopen voor Toppersfestival. En wat kreeg je voor cadeau? De meeste kaarten die verkocht worden, kreeg Yeti Paletti. Ander standje. Dus het standje van de Splinterbommen, Carnaval Groep Blankenbergen, kreeg Yeti Paletti. Maar dat trekt er toch niet op? Waarom niet? Je hebt de Pita, je hebt ons al gratis, je gaat zonder tickets. Maar ik wel de gunder. Maar het is Yeti Paletti. Dus, doe me niet om mee, hè. Maar eigenlijk... Nee. Kun je ook achter Yeti Paletti ook komen? Eigenlijk wil je dan nu aan ons vertellen dat jij de meeste tickets verkocht hebt. Blijkbaar, de organisator had laten weten dat Winderzon de meeste tickets verkocht heeft. Showtime in Wachtebeke. Showtime in Wachtebeke. Maar ga ik even zeker zijn dikke nek? Zijn er dan zijn nog dat al aan? Nee, maar wij willen dat niet. Mijn wilde Yeti Paletti, dat was mijn streefdoel. Mijn wilde Yeti Paletti. En je hebt ze. En maar ze kregen gelukkig. Ik heb zo'n dorst! En ik wil ze wel 2! Geef mij er 2! Ja, bedankt. Ik heb een pakketje. Oh, nou, jij hebt alle meeste kaarten al gekocht, begreep ik. Je hebt je paletti cadeautje. Er zit een klok in, onder andere. Dat is wel leuk voor in de klok misschien. Dus ik ben blij met het muziek van Yeti. We zijn heel tevreden met de muziek van Yeti Paletti. Yeti Paletti heeft ook gespeeld bij ons op het carnavalbal in Blankenbergen. Onze prins Blankenbergen 2014 is hier ook aanwezig. Hebben we dat straks al gezien. Ah, ja. Dat ook Yeti Paletti heel goed kent. We zijn echt tevreden dat Yeti bij ons aan de stand komt. Leuk. We zijn echt tevreden. En je hebt een mooi cadeautje. We hebben een heel mooi cadeautje gekregen. Een echt Yeti Paletti cadeautje. Een Yeti Paletti cadeautje.